COVID-vaccinatiecampagnes vinden normaal voortgang. De vaccins zijn opgeslagen in een ander gebouw, dus niet in het gebouw dat door brand is vernietigd. De brand die gisterochtend woedde bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft geen invloed op de geplande vaccinatiecampagnes. Op social media is er account van de bewindsman actief die aangeeft dat de vaccins zijn afgebrand en dat alle vaccinatiecampagnes tot nader orde zijn uitgesteld. De communicatiedienst Suriname CDS meldde dat dit een fake account is van de minister van Volksgezondheid en dat de informatie niet op waarheid berust. Minister Amar Ramadeen van Volksgezondheid liet gisteren al weten dat alle vaccinatiecampagnes normaal doorgaan. Dus de vaccinatiecampagne gaat gewoon door. We hebben onze vaccins zijn veilig. Daar mogen we zeker blij mee om zijn. Dus de vaccins en de vaccinatiecampagne gaat door. Het enige is dat vanwege de brand bij het BOG, de vaccinatiepost dan bij het BOG voor vandaag, misschien voor de rest van de week gesloten zal zijn. Maar er zijn genoeg uitvalmogelijkheden. Dus je kan ook naar POC, je kan ook naar RGD en andere plekken gaan om te gaan vaccineren. Op deze lockdowndag waren er diverse vaccinatielocaties open. Personen die zich wilden laten vaccineren, konden dit doen bij het AZP, PCS of bij de politieacademie. In Mungo was er vandaag ook een vaccinatiecampagne bij de RGD Poli. Ramadeen zegt dat het niet waar is dat het BOG data heeft verloren van personen die reeds zijn gevaccineerd. Nee, dat klopt niet, omdat onze data is digitaal in de cloud. Dus waar je ook bent, kan je toegang hebben tot die informatie. Minister Amar Ramadeen van Volksgezondheid gisteren voor aanvang van de raadsvergadering, waar hij journalisten informeerde over de normale voortgang van de COVID-19 vaccinatiecampagnes.